Gadokari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heren dat we niet zijn omgekomen. Het is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen, boom om met jou. Goedendag, kijkers en luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma. Het is wederom een voorrecht voor mij om in uw huiskamer te mogen zijn, om u te bemoedigen vanuit dat woord van God. En ook deze dag wil ik u zeggen dat God van u houdt en dat God een plan heeft met uw leven en dat God van ons wil dat we in hem gaan geloven. En wanneer we dat doen, dan gaan we zien dat er zoveel dingen in ons leven zal gaan veranderen. En we zullen zien dat God zal doorbreken in ons leven. Dat God zal antwoorden in ons leven. Maar voordat we verder gaan, wil ik een tekst met u lezen. En ik begin vanuit Romeinen hoofdstuk 10 vers 17. Het is een heel bekende tekst. En ik denk dat velen van u het uit het hoofd kennen. De Bijbel zegt, zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Nogmaals. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. We gaan nog een paar teksten lezen vanuit de Bijbel. En ik lees ook vanuit Lucas hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Waar we gaan zien een verhaal waar de Heer Jezus bezig was. En de Bijbel zegt, en het geschiedde toen de scharen op hem aandrong en naar het woord Gods hoorde, dat hij zelf aan de oever van het meer Genesaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging in een van de schepen, vers 3, dat van Simon en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En hij zette zich neder en leerde de scharen van het schip uit, vers 4. Toen hij opgehouden had met spreken, zeide hij tot Simon, ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. En Simon antwoordde en zeide, meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen en hun netten dreigden te scheuren. Vers 7 zegt ons, en ze wenkten hun makkers in het andere schip, dat zij hen zouden komen helpen. En deze kwamen, en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, heren. Want verbazing had hem en allen die bij hem waren, aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden. Evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezel van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, wees niet bevreesd, want nu aan zult gij mensen vangen. En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden hem. We hebben daarnet gelezen in Romeinen 10, vers 17. De Bijbel zegt, zo is dan het geloof door het horen en het horen van het woord van Christus. En wanneer we lezen in Lucas hoofdstuk 5, dan zien we dat de Heer Jezus bezig was om dat woord van God te verkondigen. Hij kwam te Genesaret bij het meer en hij zag twee schepen aan de oever liggen, zegt de Bijbel. En de Bijbel zegt dat de vissers eruit gegaan waren en ze spoelden hun netten. Het waren vissers, ze hebben de hele nacht gevist. Het waren geen gewone vissers, maar het waren ervaren vissers. En dit was hun job, dit was hun werk, hun,
voor hun dagelijks onderhoud te voorzien. In hun dagelijks onderhoud. En deze mannen, ze waren ervaren vissers. Ze hebben de hele nacht gevist. En wanneer u de Bijbel verder leest, dan gaat u zien dat ze geen vis gevangen hebben. En dan begrijpt u natuurlijk dat alles, alle moeite die ze gemaakt hebben om te gaan, die investering die ze gepleegd hebben. En vissers weten dat de investering geen kleine investering is. Het is een hele grote investering die ze doen wanneer ze gaan vissen. En ze zijn geweest met de verwachting, in de hoop dat ze vissen zouden vangen. En dat ze dan, het was hun beroep, het was hun werk. Ze waren vissers. En dat ze dan zouden verkopen dat de mabikame kwam, chimoni. En dat ze dan zouden kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Maar dit keer was het anders. Ze zijn geweest, maar de man no vangen, no man visie. En dan begrijpt u natuurlijk de teleurstelling die er was. En die ontmoediging en alle negatieve gedachten die op dat ogenblik in hun zich afspeelden. En hun gevoelens kunt u op dat ogenblik weten van hey, het was niet goed. En ze waren zo bezig de netten te spoelen. En de Bijbel zegt, Jezus, hij ging in een van de schepen, dat was van Simon. En hij vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En Simon was natuurlijk gehoorzaam. Pardon. Hij heeft gedaan wat de Heer Jezus aan hem vroeg. En de Heer Jezus, zegt de Bijbel, hij zette zich neder en leerde de scharen van het schip uit. Een van de dingen waar we zien van de Heer Jezus, waarvoor hij naar deze wereld is gekomen. Natuurlijk weten we dat hij gekomen is. De Bijbel zegt om zondaar te zoeken en ze zalig te maken. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Wie is een verlorene? Eigenlijk alle mensen die Jezus niet kennen. Jezus niet hebben geaccepteerd in hun leven als hun persoonlijke heiland en verlosser. We zijn een verloren, zegt de Bijbel. En we hebben hem nodig. Maar de Bijbel zegt, want allen hebben gezondigd, Romeinen 3:23. En derven de heerlijkheid Gods. De zonde heeft scheiding gebracht tussen God en de mens. Waardoor wij Gods doel, waardoor wij Gods plan met ons leven, waardoor wij Gods zegeningen missen. En God wil niet dat de mens in zo'n situatie blijft. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Waarom? Omdat hij van ons houdt. Hij houdt van alle mensen, wie u ook bent. Wat u ook gedaan hebt in het leven. Hoe diep u ook gezonken bent in zonde, in duisternis. Hoe slecht u ook geleefd hebt. Hoe verschrikkelijk u zich ook voelt op dit ogenblik. Ik wil u één ding zeggen, dat God van u houdt. Ondanks al die dingen, God houdt van u en hij heeft een plan met uw leven. Misschien hebben mensen u veroordeeld. Misschien willen mensen niet omzien naar u. Misschien willen mensen niet bemoeien met u. Vanwege uw gedrag, vanwege uw houding, vanwege uw handel en uw wandel. Maar ik wil u één ding zeggen, dat God van u houdt. En dat God een plan heeft met uw leven. God is niet een mens. God is God. God kent ons. God weet alles van ons. En ondanks dat hij op de hoogte is van ons leven en al ons verleden. En dan toch zegt de Bijbel en leert de Bijbel ons dat God van ons houdt. En ik wil u zeggen, dat hij zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld. Om in u en mijn plaats te sterven. Hij heeft zijn zoon gezonden. Omdat hij niet wil dat we verloren moeten gaan. Johannes 3 vers 16 zegt ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Wanneer hij zegt een ieder. Dan zegt God eigenlijk een ieder. Niemand uitgezonderd, wie u ook bent, wat u ook hebt gedaan, God houdt van u. God maakt geen onderscheid. God is God, mensen maken onderscheid. Mensen kijken naar een ander en mensen hebben een oordeel. En mensen willen niet bemoeien met die en die, omdat die vinden van die is slecht en die is dat. Maar God houdt van ons allemaal. En God wil dat we in hem gaan geloven.
Geloven dat hij van ons houdt. Geloven dat hij zijn zoon gezonden heeft. Het bewijs van zijn liefde voor ons mensheid. Geloven dat Jezus onze zonde op zich genomen heeft op het kruis te Golgotha meer dan 2000 jaar terug. En de straf die wij verdiend hadden, dat hij genomen heeft, zodat u en ik vandaag, wij, wanneer we hem aannemen in ons leven, dat we vrij kunnen komen van zonde en van schuld. En als we dat doen, als we geloven in al deze dingen wat God voor ons gedaan heeft door zijn zoon Jezus te zenden in deze wereld, en we accepteren, want hij, zijn zoon is gestorven, hij is niet gebleven in het graf. Ten derde dag heeft God hem opgericht uit de dood. En hij leeft, en hij leeft tot in alle eeuwigheid, leert de Bijbel. En wanneer we hem aannemen in ons leven, wanneer we hem accepteren in ons leven, terwijl ik Jezus in wil hebben, lijkt wie verloosman. Awansa kan make we free voor alle zonde, alle takurudun, alle de sansaube, doe de versari. Als we hem aannemen in ons leven, dan zegt de Bijbel, hij geeft ons macht. Johannes 1 vers 12, om een kind van hem te worden. En wanneer we kinderen van hem zijn, dan zijn we erfgenamen, Romeinen 8, 17, en mede-erfgenamen van Christus Jezus. Dat betekent, we hebben recht op al Gods belofte. En weet u, wanneer u Jezus hebt in uw leven, hij geeft u rust in u. Hij geeft u vrede, hij geeft u blijdschap. Hij maakt van u tot een heel ander mens. Hij neemt die zondige natuur in ons was weg. En hij plant zijn goddelijke natuur in ons. En dan maakt hij van ons tot een heel ander mens. En hij begint een weg met ons. Petrus zat daar toen de Heer Jezus zo bezig was het evangelie te verkondigen. Hij was bezig de mensen te leren. Dit is een van de dingen ook waarvoor de Heer Jezus gekomen is. Ik zei daarnet, hij is gekomen om te sterven voor onze zonden. Maar we zien dat hij ook bezig was om de mensen te leren. Een van de dingen die wij moeten doen vandaag de dag in deze wereld is leren. Vele mensen denken dat ze alles weten. Maar wanneer u zich openstelt en u aandachtig luistert, dan gaat u zien dat we zoveel dingen niet weten. En het is goed en we zijn niet te oud om te leren. Sommige mensen denken, zeggen van ja, maar Juna, kom. Maar luister, u mag zoveel ervaringen hebben. U mag op een bepaalde leeftijd zijn. U mag zoveel levenservaring hebben. Maar er is nog altijd wat we kunnen leren van iemand anders. En we kunnen nog altijd iets leren van onze God. Want God kennen we nooit genoeg. Er is altijd wat u gaat zien dat u, hey, dit wist ik nooit. Dit is iets nieuws voor mij. Dit is iets dat ik nooit gezien had. En zo was Jezus bezig het volk te leren vanuit de schip. En de Bijbel zegt dat Simon, hij zette zich daar neder. Natuurlijk was Simon ook daar. En hij luisterde terwijl de Heer Jezus zo bezig was om het volk te leren, de mensen te onderwijzen in de dingen van God, was Simon daar. En hij luisterde ook naar dat woord dat de Heer Jezus predikte. En weet u, de Heer Jezus was zo bezig, het volk luisterde. En terwijl Simon daar zat, en hij zat daar, natuurlijk kunt u zich voorstellen hoe de situatie daar was. Het was een situatie van, ze hebben de hele avond gewerkt, niks gevangen. En eigenlijk zagen ze het niet zitten. En want de hele investering van een dag is verloren gegaan. Geen enkel vis gevangen. Begrijpt u ook de ontmoediging waarmee hij daar zat? Maar te midden van die ontmoediging gaat u zien dat hij luisterde. Omdat de Bijbel ons leert, Romeinen 10, want het geloof nu is door het horen en het horen van het woord van Christus. Christus is de gezalfde. En hij luisterde naar het gezalfde woord dat de Heer Jezus predikte. Hij leerde het volk. En door het horen, terwijl hij zo luisterde en aandachtig luisterde naar het woord van God. En hij zijn hart geopend had. Zijn hart was op dat ogenblik goede grond. Waardoor dat woord dat de Heer Jezus predikte en hij leerde dat volk ook in zijn hart kwam.
En het was goede grond. Pardon. En terwijl hij zo luisterde, gebeurde er iets in hem. Hij begon dingen te zien wat hij niet eerder zag. Hij begon hoop te krijgen. Er begon een zekere mate van geloof in hem te komen. Iets begon in hem te leven. Hij begon, terwijl hij zo luisterde naar dat woord van God, putte hij kracht vanuit dat woord. En er kwam hoop in hem. En op een gegeven moment, terwijl ze zo bezig waren, weet u, het is belangrijk dat u en ik, wanneer we naar het woord van God luisteren, dat we aandachtig luisteren. Dat we niet verdeeld zijn in ons denken. Weet u, als u verdeeld bent in uw denken, kunt u de kleine dingen, de fijne dingen, wat de Heer Jezus ons wil laten zien, gaan we het niet kunnen zien. En dan gaan we missen eigenlijk datgene wat God ons wilde leren. En datgene wat God wilde bereiken in ons door dat woord dat hij gebracht heeft door zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd. En Petrus, hij luisterde aandachtig. Ik denk dat op dat ogenblik Petrus al die zorgen van aan een kant had gezet. Petrus eigenlijk een moment was waar hij alles vergat wat hij meegemaakt heeft die avond ervoor. En in die ochtend dat ze terug zijn gekeerd zonder enig vis. En ze dachten, en die gedachten die hem overvallen waren, hoe zullen we het doen? Hoe zullen we uitkomen? We hebben geen inkomen vandaag. Ik denk dat hij op dat ogenblik al die gedachten aan de kant heeft gezet. Alleen maar om te luisteren naar het woord van God. En dat woord, weet u, wanneer dat woord van God komt, dan moet u weten, er is leven in dat woord. De Bijbel zegt in Johannes hoofdstuk 1, in het woord is leven en het woord en het leven is het licht der mensen. Johannes hoofdstuk 1, vers 4 zegt ons, in het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Dus hij luisterde naar het woord en dat woord begon tot hem te spreken. En het woord werd levend voor hem. Het woord begon te spreken tot zijn hart. En hij begon dingen te zien wat hij nooit eerder zag. Hij begon God op een andere manier te zien. Hij begon te zien dat God een trouwe God is. Hij begon te zien dat je op God kan rekenen. Dat God niet een mens is die een heleboel dingen zegt en niet doet. Nee, dat God God is. En je kan vasthouden aan hem. En hij het antwoord is op al onze problemen. Hij begon dingen te zien. Hij hoorde en hij begon in de geestelijke wereld dingen te zien. En, pardon. Waardoor het geloof in hem kwam. En op een gegeven moment, nadat de Heer Jezus dat woord gepredikt had, het volk geleerd had, wist hij dat Petrus, hij zat daar, maar hij wist dat er iets gebeurd was met Petrus. En op datzelfde ogenblik, nadat de Heer Jezus klaar was, kwam die uitdaging voor Petrus daar. God zag, God wist dat hij zijn hart had geopend voor dat woord. En dat woord tot zijn hart had gesproken. Er waren zoveel mensen daar, duizenden mensen, die naar dat woord hebben geluisterd. Maar je ziet dat er één persoon daar was die het hart nodig had. En die zich opengesteld had. En die ontvangen had van God. En waardoor God eigenlijk hem kon uitdagen om een geloofsstap te maken. En de Heer Jezus zei tegen hem van Simon, ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. Hij weet natuurlijk dat ze de hele avond hebben gevist en niks gevangen. Je moet weten dat God God is. Hij is alwetend. Hij is van alles op de hoogte. Hij weet precies wat zich afspeelt in uw leven. Hoe u zich voelt op dit ogenblik. Waardoor u heen gaat. Wat u meegemaakt hebt de afgelopen dagen. Hij is van alles op de hoogte. En God, natuurlijk is hij niet blij met die dingen dat u hebt meegemaakt. Maar u moet één ding weten. Dat God ook een helper is. Die ons mensen wil helpen. En hij is een trouwe helper. Je kan altijd op hem rekenen. Je kan altijd vasthouden. Je kan hem aanroepen en hij hoort naar u. U kunt met hem praten en hij hoort naar u. U moet weten, hij houdt van ons.
En hij wil ons helpen. Hij ziet u in die situatie waarin u bent. En hij wil u helpen. Hij wil u eruit halen. Maar de Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk. Hebreeën 11 vers 6. Om God welgevallig te zijn. Want elk mens die tot hem komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor u hem ernstig zoeken. Dus we hebben geloof nodig om God te kunnen behagen. We hebben geloof nodig om God te kunnen ontvangen. We hebben geloof nodig om vast te kunnen houden aan hem. En Petrus had op dat ogenblik, terwijl hij daar zat, terwijl de Heer Jezus het woord predikte, hij leerde het volk. Petrus leerde, hij ontving, er kwam geloof in zijn hart. En die uitdaging kwam daar. En Jezus zegt van, Simon, ga naar diep water en zet uw netten uit. En de Bijbel zegt in vers 5, en Simon, Lucas 5, vers 5, en Simon antwoordde en zeide, meester, de gehele nacht door hebben we hard gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Hij zegt, op uw woord. Hij heeft dat woord gehoord. Hij heeft eerst geluisterd naar de prediking van de Heer Jezus. En door de prediking heeft hij geloof ontvangen. Hij heeft gezien wie God is. Hij heeft gezien dat je op God kan rekenen. Er is iets gebeurd. Er is hoop gekomen in hem. En nu kwam die uitdaging. En de Bijbel zegt, wanneer de Heer Jezus hem zegt, van ga naar diep water. Dan zegt hij, meester, de gehele nacht door hebben we hard gewerkt. Natuurlijk is hij eerlijk geweest om te zeggen wat ze meegemaakt hebben. Maar de andere kant blijft hij niet daar. Want sommige mensen blijven net daar van. Heer, u weet wat ik meegemaakt heb. Maar dat zijn, en ze blijven vasthouden. Ze blijven stoppen, net daar. En ze gaan geen stap verder maken. Waarom? Omdat ze het geloof niet hebben. Want zonder het geloof kunnen goden niet welgevallig zijn. Kunnen we geen stap maken. Maar dan is er ongeloof daar. En ongeloof verlamt alles. Ongeloof maakt dat we geen stap kunnen maken in het leven. We blijven op één plaats. We zien datgene wat we meegemaakt hebben. En we blijven daarbij. En we blijven steeds praten over dat moment. Of de momenten. Waar we al die negatieve ervaringen hebben gehad. En we hebben stappen ondernomen. En we hebben gezien, het heeft niet gewerkt. En vele mensen blijven daar. Ze stoppen net daar. Maar wanneer u kijkt naar Petrus. Is dat Petrus iets had ontvangen. Waardoor hij kon gaan werken. En dat is geloof. Geloof om te handelen op dat woord van God. En ze hebben gehandeld. En de Bijbel zegt, ze zijn gegaan. En toen ze dat gedaan hadden, zegt de Bijbel, haalden ze een grote menigte vissen binnen. En de Bijbel zegt, hun netten dreigden te scheuren. Kijk wat geloof doet. Geloof maakt dat u en ik kunnen handelen op dat woord van God. U gaat door een bepaalde situatie. U bent misschien ziek. En de dokter heeft u misschien opgegeven. Maar de Bijbel zegt ons dat door de striemen van Jezus, dat ons genezing is geworden. En wanneer we geloven in dat woord van God, wanneer we God geloven, dan gaan we vasthouden. We gaan handelen op dat woord van God. We gaan dat woord beleiden in die situatie. We gaan handelen op dat woord. En we gaan zien dat er een moment komt dat God doorbreekt in ons leven. God is God. Hij is een trouwe God. God heeft ons taal van belofte gegeven in zijn woord aan ons. En wanneer we dat leven, dat wat hij van ons vraagt. Een leven in heiligheid, in reinheid, in gerechtigheid, in gehoorzaamheid aan dat woord. Dan kunnen we aan de andere kant dat woord, die belofte die hij ons gegeven heeft, kunnen we handelen op die belofte. En we gaan zien dat we uit zullen komen. We zullen zien dat God antwoordt. We zullen zien dat God zijn woord aan ons waar maakt. En hier zie je dat God zijn woord waar gemaakt heeft aan Petrus. En ze hebben zoveel vis gemaakt dat die netten dreigden te scheuren. En ze moesten hun vrienden in de andere schip roepen om hun te helpen. En de Bijbel zegt, ze hebben beide schepen tot zinkens toegevuld. En ze, natuurlijk waren ze geschrokken van de vangst. Maar Jezus zegt van, wees niet bevreesd.
Van nu aan zult gij mensen vangen. God had een veel grotere plan met hun leven. Ik wil u deze dag bemoedigen. U gaat door een bepaalde situatie. Ik bemoedig u. Neem Jezus aan in uw leven als u Jezus nog niet kent. En als u hem kent, hou vast aan zijn woord. Handel op zijn woord en u zult zien, God zal u eruit halen uit elke situatie. Ik wil graag met u bidden. Vader, ik dank u voor elkeen die naar dit woord hebben geluisterd. Ik bid, Heere, dat u ze wil helpen om vast te houden. Datgene wat ze hebben gehoord, Heere, ik bid dat ze geloof hebben ontvangen. Om te zien dat u God bent die trouw is. God bent die op u altijd kunnen rekenen en u wil kunnen vasthouden, Vader. Vader, en ik bid dat u, wanneer ze dat doen, dat u ze gaat zegenen, Heer. Heer, en andere mensen die u nog niet kennen, ik bid dat ze u zullen aannemen door u aan te nemen. Door hun leven aan u te geven, Heer. Heer, zegen ze. Zegen elkeen die naar dit woord hebben geluisterd, Heer. En maak ze sterk. En ik dank u dat u antwoordt in hun leven, Heer. Komt u ze tegemoet in Jezus' machtige naam. Amen. Ik groet u en tot de volgende keer. Dag. My best is yet to be.